Stalen balken en kolommen in Archicad 23. We beginnen eerst met een gewone kolom en gaan vervolgens een stalen profiel importeren. Uit de lijst kiezen we een HIA profiel en die voegen we toe aan het project. En dit profiel kiezen we in onze kolom. De kolom gaan we overzien van de voetplaat. Voeg een extra segment toe, maar dan een vierkant segment met een vaste afstand, vaste hoogte. En dan rekken we de kolom op tot de juiste hoogte. Dan plaatsen we een balk met hetzelfde profiel. En dan zorgen we voor de juiste verbinding door de einde te verdraaien. Ook bij de balk kunnen we dat op dezelfde manier doen, zodat het mooi aansluit. Dan nog een eindplaat bij de stalen kolom. Maak even een kopie van de voetplaat en verplaats ze naar boven. Die maken we dan wel even wat smaller, zodat hij precies even breed is als de kolom. En we moeten het stukje nog verdraaien. Als laatste de kolom spiegelen naar de andere kant en de balk verbinden.